Minister van Defensie Pieter de Krem hoort vanmorgen vroeg een luid gebonk rond zijn villa in Aalter. Blijkbaar wil een man het hek rond het huis rammen. Wel, omstreeks 4:30 is een wagen met gierende banden door het hekken gereden, dat eigenlijk al een stuk versterkt is, en is nadien in de garagepoorten gereden, 2 of 3 keer. Is dan achteruit gereden. Ik heb toen de dader herkend. Die maande mij aan om mij te gaan verstoppen. Dan hebben mijn vrouw en ik onze kinderen in veiligheid gebracht. En dan is de kerel nog eens teruggekeerd. Maar de bestuurder raakt niet door de poort. Uiteindelijk rijdt hij naar het kasteel waar hij conciërge is, op amper 500 meter van de villa van de Krem. Op basis van de nummerplaat die is doorgegeven door de familie de Krem kon de politie de mogelijke verdachte identificeren. Nu, ondertussen had de verdachte zelf ook contact opgenomen met de 101-centrale met de melding dat hij tegen een boom was gereden. Voor het kasteel zien agenten de beschadigde Citroën monovolume die is ingereden op het hek en de garage van de Krem. Ze pakken de eigenaar van de auto op, een man van 52 die een heel warrig verhaal ophangt. De beschuldiging van het parket luidt vernieling van onroerende goederen, woonschennis en belaging. Hij riskeert 10 jaar cel. Een psychiater zal hem onderzoeken. De man heeft bekend dat hij tegen de poort is gereden, tegen de garagepoort, maar hij geeft geen motief op voor de feiten die hij gepleegd heeft. De Krem, zijn vrouw, hun dochters van 7 en 12 en zoon van 13 bleven rustig tijdens het incident. Hoewel ze dit nooit eerder meemaakten, wisten ze min of meer hoe ze moesten reageren. Minister de Krem had eerder al bedreigingen gekregen. Het is verschrikkelijk, in de politiek ben je al het een en het ander gewoon. Er komen eigenaardige telefoons of er is iets wat vieze post. Of er ligt wel eens een dode rat of een dood dier in de brievenbus. Maar dit is natuurlijk er ver over en ik hoop dat het nooit meer gebeurt. De zoon van de Krem toonde zich heel ondernemend. Hij heeft onmiddellijk de hockeystick van zijn moeder genomen en die naast een bed gelegd als daarbij zeggende dat dat wel een heel goed beschermingsmiddel was. Minister de Krem en zijn familie krijgen voorlopig geen extra bescherming en ze zijn niet van plan om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen. De kinderen gingen vandaag iets later naar school, de Krem en zijn vrouw iets later naar het werk.